kijkers van Dylan Pace. Ben je nou een YouTuber en lijkt het jou nou leuk om super beroemd te kunnen worden? Dan heb ik hier een aantal super tips voor jou. Laten we beginnen. Tip 1. Gebruik een goede microfoon. Hallo, test, test, test. Ik denk dat die goed is. Tip 2. Zorg ervoor dat jouw video's goed belicht zijn. Zo. Dit is wel goed. Ja, dit vind ik mooi. Tip 3. Maak originele video's. Zoals bijvoorbeeld het opnemen van een Minecraft Survival. Want het heeft natuurlijk nog nooit iemand anders gedaan. Oh ja, en natuurlijk geen stiltes en dat soort dingen eruit gaan knippen. Want dat verpest gewoon de video en is heel vervelend om naar te kijken. Laten we gewoon deze aflevering deze chest openen, ja. Ben jij nou niet zo'n gamer? Geen probleem! Je kan ook de Chubby Bunny Challenge gaan opnemen. Chubby Bunny. Ja, ik heb geen spekjes in huis. Tip 4. Kijk altijd in de lens. Hey kijkers van PC Gamer 360, Nonscope Gaming NL. Welkom terug bij een gloednieuwe video. En dit is een nieuwe video, ja. Tip 5. Gebruik een green screen. Een green screen is dat tegenwoordig niemand in deze tijd gebruikt. Maar let wel op dat je hem goed achterin zet en de belichting daarvan ook goed is. Zo. Ja, die is wel goed zo. Beetje zo. Ja. Dus dames en heren, wat zit er in de chest? Het is tip 6. Schreeuw heel veel in jouw video's. Sorry. Tip 7. Geef een blauw duimpje omhoog op deze video. Ja, gelijk. Hey! Nou jongens en meisjes, ik hoop dat ik jullie binnenkort met allemaal gouden play YouTube buttons zie rondlopen. Omdat jullie de 1 miljoen abonnees hebben bereikt door mijn goede tips. Ik hoop dat je natuurlijk begreep dat het een beetje sarcastisch was. Maar ik denk wel dat je slim genoeg bent om dat te begrijpen. Alle stappen die ik vertelde waren natuurlijk wel echt goede tips. Die je gewoon kan uitvoeren om je video's wel te verbeteren. Zoals een goede microfoon, goede belichting, originele video's en dat soort dingen. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen op deze video als jij hem leuk vond. En dan zie ik jullie weer zo snel mogelijk in een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace! Thank you.